Huub Stevens Ongezouten is de titel van het boek dat deze week verscheen. Dat gretig aftrek vond op de presentatieavond op de vierde verdieping van het Philipsstadion. Druk bezocht. En dus was het handjeschudden voor de hoofdpersoon. Voor de auteur van het boek, Theo Vaassen, hier rechts in beeld, was het moeilijk om Stevens over te halen. Maar hij kreeg hulp van vrouw, dochter en zoon Stevens. Ik denk dat het voor het nageslacht, want daarom wilden de kinderen het ook graag, dat het boek geschreven werd. In eerste instantie wilde ik het helemaal niet, want het past eigenlijk niet bij mij. Ik vind dat ik nog volop in mijn carrière bezig ben. En van daaruit vond ik ook niet dat het een biografie moest zijn. Het moest gewoon een boek worden over het leven van een persoon waar mensen wat aan hebben. Waar mensen zich misschien wel in terug kunnen vinden. Waar mensen een bepaald voorbeeld kunnen terugzien. Nooit opgeven, altijd door blijven vechten en aan het positieve blijven geloven. En daarin zullen de mensen Huub Stevens herkennen. Zij zeker, Willy van der Kuilen, Adrie van Kraai en ook Twan Schepers die Stevens meemaakte in de jeugdopleiding van PSV. Directeur Jan Reker was er. Net als de voorganger van Stevens, Sef Vergoossen, oud-collega's uit de Roda-periode en uit de Schalke-tijd, Rudy Assauer links en Eddie Achterberg. Niet alleen familie, maar vrienden en kennissen en collega's die hier aanwezig zijn, dat geeft toch weer aan. En dan hebben we het alleen maar over de Nederlandse tak van hetgeen wat ik gedaan heb. Nou, Rudy Assauer is van Schalke volgens mij, of was van Schalke? Ja, maar dat is dan ook de enige Duitse persoon die hier aanwezig is. Want dat had hij me ook beloofd. En van die kant ben ik daar ook ontzettend trots op dat hij hier aanwezig is. Maar het boek zal ook in Duitsland gaan verschijnen. En dan zullen ook de mensen in Duitsland, waar ik ontzettend veel binding mee gehad heb, zullen ook, hoop ik, op een bepaalde avond verschijnen. Wat is voor jezelf misschien wel de mooiste passage uit het boek? Nou, ik denk de passage waar mijn vrouw aan het vechten was voor haar leven. En dat ze te horen kreeg. Dat we open en oma werden. Ik denk dat dat een heel erg bewogen moment is in het leven van iemand. Waardoor dat de persoon die aan het vechten is voor zijn leven, dat die ook weer iets positiefs voor de toekomst terugziet. Dus het is niet alleen een voetbalboek? Nee, zeer zeker niet. Juist het tegendeel. Ik denk dat ze diegenen die het boek lezen, die ook dan terugzien hoe hun leven van een voetballer, een trainer, buiten het voetbal is. En ik denk dat dat veel belangrijker is dan alleen maar dat voetballeven. Jij bent een voetbalman. Je praat altijd over voetbal. Je denkt erover na, je leeft voetbal. Is het dan moeilijk om die knop om te zetten en juist daarover te gaan praten? De keuze te maken om dat soort privépassages erin op te nemen? Nou jawel, dat is wel moeilijk. En daar gaan ontzettend veel uren in zitten. Maar nogmaals, ik denk dat als je het boek leest, dat je veel meer erin terugziet dan alleen maar of de voetballer, of de trainer, of het voetbal. Het leven is veel malen meer. En ik denk dat dat ook in het boek goed terugkomt. En het eerste exemplaar voor je moeder? Zij was de eerste en grootste fan die ik in mijn carrière tot nu toe heb mee kunnen maken. En van daaruit vond ik het ook niet meer als een geste naar haar toe om dat boek aan haar te overhandigen. Ik had ook aan mijn vrouw het kunnen overhandigen of aan iemand uit de voetbal. Maar ik denk dat het veel belangrijker is dat het mijn moeder geworden is. Goed, nog eentje.